Kornuit legt uit. De podcast van Wakker Nederland. Hier is jouw presentator. Jaap Kornuit. Ja. Welkom luisteraars en luisterettes. Ja. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe Kornuit legt uit. Ja. Dit is aflevering 149 alweer. We gaan het toch hard, hè? Ja, dat gaat zeker vlot. Ja, nou, mijn naam is Jaap Kornuit en Chantal is er ook weer. Ja, hi, hallo. Ja, en het is feest. Ja. Ja. Ja, want vandaag bestaat de podcast precies 3 jaar. Hoera. Nou ja. Nee, toch? Onze eerste aflevering was op 26 maart, hè, in 2019. Ja, ja nou ja, oké. Ja. Ja, precies 3 jaar en een beetje. Ja, 3 jaar en 27 dagen. Ja. Ja. Oké, Chantal, pak jij gouden taart in de cola? Ja. Lang zullen we leven, lang zullen we leven. Jij ook, Frank. Huh? Lang zullen we leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hiepe de piep, hoera. 3 keer. Hiepe de piep, hoera. Hiepe de piep. Hoera. Ja, oké. Frank. Wat ben je aan het doen? Huh? Oh. Je verpest de hele sfeer, joh. Ben je depressief of zo? Nee. Nee? Maar, nee, ik ben niet zo in de stemming of zo. Hè? Zo, hier is de taart en de cola. Oh. Ja, mijn tante is overleden. Hè? Huh? Oh, wat zeg je nou? Ja. Oh mijn god, wat erg voor je. Ja, hè? Oh, nee toch? Ja. Gecondoleerd, Frank. Ja, dank je. Ja. En de crematie is morgen en ze hebben me gevraagd om iets te zeggen. Oh. Maar ja, ik heb nog niks. Ja, nee, ja, nou... Oh, maar je hebt vast nog wel leuke herinneringen aan je tante, toch? Jawel. Ja, nou misschien... Hé, ja, lekker gezellig. Ja, maar... Nou, weet je, doe dat straks maar. We gaan eerst even lekker feest vieren. Ja. Zo, hier is je cola en hier is je taart. Ja, dankjewel. Ja, ja, gefeliciteerd, jongens. Ja. We hebben het gered, meer dan 3 jaar. Ja, ik wil niet veel zeggen, maar die cola is lauw. Lauw? Maar... Ja, en er zit een groen vachtje op mijn taart, hoort dat? Hè? Oh, nou ja. Nee, Frank, nee, niet eten. Nee, nee, dat is schimmel. Schimmel? Oh, nou, oh mijn god, hoe kan dat nou weer? Oh, het is best wel lekker eigenlijk. Oh nee, Frank, niet doen. Huh? Straks krijg je nog buikpijn. Nee, joh. Oh, ja, ik zie het al. Dat zie je? Ja, de stekker zit niet in de koelkast. Oh. Ja. Zeg, weet je daar soms meer van, Chantal? Ja. Nou ja, ik ging vorige week stofzuigen. Ja. En toen had ik hem er even uitgehaald. Oh. En ik denk dat ik hem vergeten ben terug te doen. Oh mijn god. Staat die taart al de hele week in een uit de koelkast? Ja, sorry. Man. Ja, zal ik anders even koffie zetten? Ja, maar... Ik heb ook nog een cake in mijn tas. Ja, koffie en cake? Ja. Het is feest, Chantal. Het is geen crematie. Oké. Nou, ik heb toch de ingrediënten. Ik ga wel gauw even een nieuwe taart pakken. Nou... Ik ben al bezig. Nee, maar... Community. Chantal. Hè? Community. Oh. Alles over de luisteraars en luisterettes van Kornuit en... weet ik veel. Kornuit legt uit. Oh ja. Mijn god. Oké, nou, de community. Chantal, doe even rustig, hallo. Ja, ik ben even bezig, ja, ik ben een taart aan het bakken. Ja, ze is een taart aan het bakken. Ja. Oké. Goed. Nou, ik wou even beginnen om al onze trouwe luisteraars te bedanken, hè, voor al hun luistergedrag al 3 jaar lang en zo. Ja, meer. Meer dan 3 jaar. Ja. Dat zijn een heleboel mensen. En ik ga eens even kijken, hoor. Bedankt Ben Sandersen, Floor Goldilocks, Ruben Lego Legend, Samot, Texona's Tekona Sonatech, Tjeerd Veninga, Nicky Apfel, Piet Paaltjens, Nicolaas Onsi. Ja. En iedereen die ik nou vergeten ben. Zoals Dini Bouwman en Tom van Beek en Richard de Bie. Margreet Looks, JPK van Eeghout, Alieke van Beek, Nathalie Weber, Dieneke Wijmer, Auke Stuy, Sordion, Nero's Gaming, Pancake Guy, Maaike Salemans. Oké. Die lijst is ontzettend lang, daar hebben we geen tijd voor. Iedereen heel erg bedankt, hè? Ja, bedankt. Oké. Frank, hebben we nieuwe recensies? Nee. Nee? Hoezo nee? Nee, dat hebben we niet. Oké. Nou goed, ja. Op Spotify krijgen we nog steeds een 4,7 uit de 5 sterren. Ja. En op Apple Podcast 4,6 van de 5. Ja. Kortom, we worden veel beter beoordeeld dan de podcast van bijvoorbeeld Robert Jensen, hè, met de 4,2. Oh. Of die van Joe Rogan. Die krijgt een 4,3 maar. Zo. En zelfs de Universiteit van Nederland krijgt slechts een 4,0. Oh, oké. En dat is notabene de winnaar van de Dutch Podcast Awards van vorig jaar. Ja.
Dus... Zo. Ja, oké. Okay. Ja, de taart staat in de oven. Ja. Nog even een paar minuutjes en is die klaar. Oké, okay, nou goed. Even kijken. Hoe gaat het met de luistercijfers? De luistercijfers... Ja. Ja, die zijn heel erg teruggelopen. Ja. Hè? Ja, er was een enorme piek, hè? Ja. Maar ja, dat is weer helemaal voorbij. Ja, maar hoe kan dat nou? Tja, weet je wat het is? Nou? De corona is over, hè? De mensen hebben wel weer wat beters te doen dan naar een podcast te luisteren. Ja, dat is ook zo. Ja, oh, dat is niet zo mooi. Nee. Waar zie je dat dan, Frank? Nou, kijk, hier zo. Op deze website zie je de statistieken. Oh ja. En dan zie je het heel erg naar beneden gaan. Ja. Ja. Dat zijn niet onze luistercijfers. Huh? Dat zijn de coronabesmettingscijfers op de rijksoverheid.nl. Oh. Oh ja, dat is ook zo. Nou, dit gaat weer lekker, zeg. Ja, vind je? Ja, ik vind het eigenlijk okay, helemaal niet... Oké, heb jij nou ook iets te zeggen? Laat dan je reactie achter op onze website, cornuitlegtuit.nl. Ja, en geef allemaal je stem door via Spotify en Apple Podcast, hè? Ja, 5 sterren en laat anders maar zitten. Ja, maar je kan... Nou, er was alweer genoeg community voor vandaag. Oh. Breek het nieuws. Ja, maar je hebt de reacties van de mensen nog niet voorgelezen. Nee, nee, de volgende keer. Oh. Breek het nieuws. Frank? Huh? Frank? Ja? Frank? Ja, wat is er? Jingle. Oh ja. Daar komt-ie. Breek het nieuws. Breek het nieuws bij Kornuit legt uit. Brekend nieuws. Altijd het laatste nieuws als eerste. Godverdamme. Ja. Blauwe cola. Ja, nou het is wel goed tegen buikpijn heb ik gehoord. Nou dat is wel nodig met die schimmeltaart. Ja nou sorry hoor Jaapie. Wat een feest. Ja maar de nieuwe staat in de oven hè. Ja. Hij is zo klaar. Ja oké, okay, nou. Goed. Oh nee. Wat? Wat nou weer? Oh, oh, oh. Ja, oh. Ja maar. Oh, oh mijn tante. Frank. Oh, 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 oh mijn tante. Ja oké. Okay. Mijn tante. Ja stop maar. Hallo. Wat ben je aan het doen Frank? Ja, ik ben nog steeds iets aan het bedenken voor de crematie van mijn tante morgen. Oh ja, en jij denkt dat ze hierop zitten te wachten, hè? Ja, dat is toch een mooie stem. Nou, ik dacht het niet. Uh-oh. En je zit trouwens door de uitzending heen, ja? Hè? Huh? Ja, nee, ik kap daarmee. Oh. Oké. Okay. Wat staat er in de Telegraaf van vandaag? Ja. Oh ja. Wat staat er? Ja. Het CDA, ja. Bekend van Hugo de Jonge. Oh ja. Ja, die wil fastfood illegaal maken, hè? Oh ja. Oh, ze ja. willen een minimumleeftijdsgrens ja. stellen ja. voor het kopen van patat en kroketten en lekkere hamburgers en zo. Oh. Ja. ja. Nou, dat lijkt me wel een goed idee eigenlijk. Huh? Nou, dat lijkt me helemaal geen goed idee. Nee. Ja, natuurlijk wel. Nee, joh. Ja, de jeugd van vandaag, die wordt toch al veel te dik. Hè, dan gaan ze in de pauze lekker frietje kopen, ja. patatje oorlog en zo. Ja, ja, maar dat hou je echt niet tegen hoor, Chantal. Nee, zou je denken? Nee, want dan krijg je gewoon op elk schoolplein een dealer die gaat zeggen van... Hey, pst, wil je patatje kopen, hè? Of een lekkere kroket? Oh. Dat kan bij mij, hoor. Kom maar even. Oh ja. Ja, nee, we moeten het uit de illegaliteit houden. Ja. En daarbij, het is de taak van de opvoeders, hè? Ja, ja. Van de ouders. Oh. Ja, om ze vol te duwen met friet. Hè? Maar... Zodat ze niet meer op school naar het patatboer willen. Dat is het. Ja, ja. Nee, gewoon volstoppen die kinderen. Hier, hamburgers erin, elke avond. Hè? Nou. Ja, en ontbijten met patat. Nee. En de kroketten en de lekkere lumpia's nou, en de vlammetjes. En frikandellen. Ja, tot ze geen pap meer kunnen zeggen en dan naar school sturen. Pizza. Ja, maar dat is toch helemaal niet... Dat is de oplossing. Nou, staat er nog ander nieuws in de krant? Ja, zeker wel. Ja. Ja, oh ja, het was Pasen. Ja. Ja, want in de lente heb je altijd tering veel feestdagen. Hè? Je ja. hebt Goeie Vrijdag, mm-hmm. je hebt Hemelvaart, ja. je hebt Koningsdag, ja. Bevrijdingsdag ja. en Dooieherdenking. Oh. En ja, het was natuurlijk Paasdag 1 hè? En de sequel Paasdag 2. Dus ja, en ja, ja, ik moet zeggen, dit jaar was ik gevraagd door de plaatselijke parochie van de kerk in mijn straat waar ik woon. Jij? Om de paaspreek te doen. Oh. Dus ja, laten we even een stukje luisteren. Ja, beminde luisteraars en luisterettes. Zijn wij niet allen gelijk in aanzien des Pasus Hazes? En daarom spreek ik tot u. Oordeel niet, opdat er niet over u geoordeeld wordt. Want eens zal ook voor u de dag des oordeels aanbreken, wanneer u voor de poort zult staan en onze Heer, Sinterklaas, het laatste oordeel over u zal vellen. Of u wel lief genoeg bent geweest in uw leven. In de naam van de paashaas, Sinterklaas, de pindakaas en het kippengaas. Amen. Een fijne Pasen. Doei! Oh mijn god. Hè? Nee, de paashaas. Ja. En Sinterklaas. Nou, ik hoop maar niet dat we er problemen mee krijgen, Jaapie. Problemen? Ja, vanwege het geloof en zo. Nou, Chantal, je gaat me toch niet vertellen dat je niet in de paashaas gelooft? Huh? Of in Sinterklaas? Oh, nee, maar... Nee, laat ik het niet horen, hoor. Ja, maar wat was dat dan voor kerk? De lekkerkerk. De lekkerkerk? Ja, dat is helemaal... Oké, okay, goed. Ander nieuws. Oh ja. Ja. Het wordt Koningsdag, hè? Ja. Ja. Woensdag 27 april is het zover. Ja. En dan bezoekt de koning Maastricht. Maastricht. Ja, en dat ligt in Limburg. Ja. En Limburg is natuurlijk bekend. Van vlaai en ja. asperges en balkenbrei ja. en bierpap en knapkoek. Ja. Allemaal vreterij. Oh.
Nou, geen wonder dat het de provincie is met de meeste dikzakken. Nou, Jaap, dat kun je toch niet zeggen? Nou, noem me dan eens iets anders waar Limburg bekend om staat. Geert Wilders. Oh. Ja, nou, dat bedoel ik. Goed, dit was Brekend Nieuws. Ja, maar, we gaan wat anders doen. Maar Jaap, Cornuit, ja? Jij beledigt zo'n heleboel mensen, hè? Ja, heb je nog nooit naar dit programma geluisterd? Nou, ja zeg. Ik doe het al 3 jaar. Ja, en 27 dagen. Nou, precies. Ja, hou vol, Chantal. Ja, hou vol. Je luistert naar Cornuit Legt Uit. Vraag het aan Frank. Vraag het aan Frank. Vraag het aan Frank. Vraag het aan Frank. Ja, nee, wacht nou even. Mijn Frank. Naam is Frank Groot. Ja. En dit is mijn rubriek Vraag het aan Frank. Ja. En hierin geef ik ja? antwoord op vragen van luisteraars en luisterettes. Ja. En de vraag van deze week komt van Kenny Boeien uit Haarlem. Okay. En zijn voornaamwoorden zijn hij en hem. En Hemmes vraag gaat over de leukste dag van het jaar, namelijk 1 april. Oh, ja. En de vraag is dus, wat waren de slechtste 1 april grappen van dit jaar? Okay. Nou Kenny, goeie vraag. Nou. We weten allemaal natuurlijk wat de beste 1 april grappen waren. Oh, ja? Dat waren natuurlijk dat er flitspalen op het fietspad zouden komen. Super grappig. Nou. Of dat er een wc-bril zou komen die de perfecte pasvorm had voor iedere reet. Ook die van jou. Nou, super grappig. Of dat er shampoo zou zijn met pindakaas en dat het goed voor je haar zou zijn. Oh. Ja, super leuk natuurlijk. Haha, hartstikke grappig. Ben jij erin getrapt? Nou, ik niet hoor. Nee hoor. Nee. En waarom stinkt je haar dan zo naar pindakaas? Dat is een ongelukje. Toeval. Ja, toeval. Goed, nou dan de slechtste 1 april grappen van dit jaar. Daar heb ik hier staan op 3. Ja. Ik ga van 3 naar 1. Okay. Lego met zijn DeLorean. Oh ja. Ja, Lego zei, ja, we gaan een DeLorean uitbrengen. Ja. En die gaat dan €170 kosten. Ja. Je weet wel, DeLorean. Ja. Dat is de auto uit Back to the Future. Ja, Back to the Future. En wat blijkt nou, die is ook inderdaad uitgebracht. En die is nu te koop. Oh. Niet echt, want hij is alweer uitverkocht. Uitverkocht. Goed, op 2, Monkey Island. Oh. Ja, je weet wel, dat point-and-click adventure-spel van Ron Gilbert. Ja. Die schreef op zijn blog op 1 april van, er komt een nieuw deel en dat gaat heten Return to Monkey Island. Oh ja, oké. En ja, dat bleek ook waar. Hè? Goed, dan op 1. Ja, maar dit is Star Wars nieuws. Oh. Want er zou een nieuwe game in de maak zijn. Yeah. En Amy Hennig zou betrokken zijn. Oh dat van Skydance. Iemand van Skydance, samenwerking met Lucasfilm Games. Ja. Dan zouden ze een nieuwe action-adventure-game gaan uitbrengen. En dat is ook waar. Ja. Dus slechte 1 april grappen allemaal, want het bleek allemaal waar te zijn. Ja, maar Frank, dan is het toch helemaal geen 1 april grap? Nee, precies. Nou ja zeg, trouwens, dat Star Wars nieuws is niet eens van 1 april, dat is van 20 april. Nou, kun je nagaan wat een slechte 1 april grap het is? Hè? Heb jij nou ook een vraag waar je het antwoord niet op weet? Ja. Laat het even weten in de comments op YouTube of op onze website cornuitlegtuit.nl. Ja. Mijn naam is Frank Groot en dit was Vraag het aan Frank. Ja, fantastisch. Vraag het aan Frank. Vraag het aan Frank. Vraag het aan Frank. Vraag het aan Frank. Frank. Reclame! Vind jij crematies ook altijd zo zwaar? Boek dan nu Jojo de Crema Clown. Jojo de Crema Clown. Ik maak van elk verlies een feestje. Reclame! Je luistert naar Cornuit Legt Uit. Elke woensdag rond de klok van 5. Cornuit Legt Uit. Met jou, Cornuit. Adoe, zo leuk! Hoor je van lekker eten, ja? Luister dan naar mijn kookrubriek en leer de lekkerste Indische recepten. Kook lekker mee met mij in mijn kookrubriek, Ronnie's kookrubriek. En ben jij eigenlijk slecht in koken? Maak je niet dik, dat gaat vanzelf. Dat wordt smeller. Doe zo lekker. Goedendag dames en heren. Ja. En jongens en meisjes ook. Ja, leuk. En welkom in mijn kookrubriek, Ronnie's kookrubriek. Ja. Mijn naam is Tekotek Anakayam Terumberkotek. Maar vrienden noemen mij ook wel Ronnie. Ja, Ronnie. Alleen heb ik niet zoveel vrienden. Maar goed, omdat het vandaag feest is, vanwege de podcastverjaardag, dacht ik, laat ik iets leuks doen, iets bijzonders. Ja. En daarom sta ik in de tram in Rotterdam. Oh.
En ik ga hier een lekkere agar-agar pudding maken. En ik hoor jou denken, ja. Agar-agar pudding, ja. Adoe, dat is zeker heel moeilijk om te maken. Maar nee, ja, hoor, nee. Is heel makkelijk. Oh. Zelfs een tollel zoals jij kan maken. Wat? Je hebt alleen maar nodig 1 stang agar-agar en 750 milliliter water. Ja. 1 grote eetlepel cacaopoeder, ja. 4 eetlepels suiker en een snufje zout. Oh. Ja, bij wijze van spreken natuurlijk. Je moet het niet echt opsnuiven. Oh, ja, nee, en voor de custardvla heb je nodig 1 liter halfvolle melk, ja. 50 gram custard, ja. En 65 gram suiker. Okay. Ja, hallo. Mag ik een kaartje naar de koopgroot? Adoe, een kaartje? Ik wil graag een kaartje. Een kaartje? Voor naar de koopgroot. Wat ben je van nou? Oh, ja, maar ik ben niet van de... Hè? Nee, ik sta hier niet. Ik ben geen beambte van de, van de tram. Ik ben... Oh. Nee, ik ben aan het koken. Ik kan je niet... Okay. Nee, ik kan je niet helpen, sorry. Nou, is weer mooi, zeg. Ja, sorry hoor. Wat een klote stap. Oké, nou, dan gaan we beginnen met het maken van de pudding. Ja. Je snijdt als eerste die agar-agar in grote... Oh, meneer. Sorry, wat? Ja, hoe kom ik bij de Euromast? De Euromast? Ja. Ja, ik moet naar de Euromast. Ja, maar... Ja. Nee. Ik ben niet van de... Nou, zeg nou gewoon even hoe ik bij de Euromast kom. Oh ja, nee, goed. Ik denk dat je, even kijken, zo 1, 2, 3. Ja. De vijfde halte moet je uitstappen, ja. Vijfde halte. Dan moet je daar overstappen op lijn 21. Dan moet je daar 10 haltes mee. 10 haltes? Ja, daar moet je dan uitstappen en nog een keer vragen, want daar zit je dan helemaal fout. Oh. Goed. Oké, dag. Ja, dag hoor. Graag gedaan. Ronnie. Oké, waar was ik gebleven? Ja, je ging de pudding bereiden. Nou ja, je hebt dan die pudding dus gemaakt. En dan gaan we maken van de custardvla. Nee. Je moet dan eerst een glad papje maken van poeder. Ja, maar met je wat suiker en wat melk. Ja, en dan... Gadverdarrie, wat een stank zeg. Pardon? Wat bent u daar aan het doen? Oh, nou, ik ben... Nee, dat kan toch niet? Dit is het tram, dit is het openbaar vervoer. Ja, dat weet ik. Ik kan toch niet voor die vieze, smerige dingen staan te pakken? Maar nou, Gadverdarrie. Het is heel lekker. Dit is agar-agar. Wat gaat de stad achteruit zeg? Nee, dat is toch schandaal? Maar mevrouw, hallo? Kunt u misschien... Ja. Oh, er staat hier een of andere buitenlander. Ja, maar u kunt toch... U mag gratis proeven van mijn agar pudding. Ik ga wel eens even kijken, mevrouwtje. Oh, mijn god, wat hoort ik nou? Staat u hier te koken in de tram? Ja, maar ik dacht dat is leuk voor de mensen. Heb u wel een plaatsbewijs? Plaatsbewijs? Nou, nee, ik... Geen plaatsbewijs? Nee, ik dacht van, dan gaan we... Eruit. Ja, maar, ik... Eruit, stop de tram maar. Oh, nee, maar... Ja, doe de deur open. Alsjeblieft, meneer, laat me... Eruit. Nee, niks mee te maken. Wilt u misschien nog gratis... Uitstappen, geen kaartje, geen reis. Ja. En hou die rotzooi bij je. Oh. Doe mijn pannen. Ongelooflijk. Oh ja, zo dat dan maar. Niet te veel eten hoor. Het is ook altijd hetzelfde met die zwartrijders. Laat maar pakken. Eet lekker. Adoe, zo leuk. Ronnie's kookrubriek. Dat wordt smeller. Yeah. Ja, leuk was het hè? Koken met Ronnie. Nou. Heb je meegebakken, agar-agar pudding? Jam, jam. Ja, maar dan weet ik nog niet hoe ik het moet maken. Ja, Chantal, dan had je beter op moeten letten. Hé, jongens. Hé, Ja, ik heb volgens mij iets. Je hebt iets? Nou ja, voor de crematie van mijn tante. Ik heb een gedicht geschreven. Moet je even luisteren. Oh, ja, maar... Rozen zijn rood. Ja. De lucht is blauw. Ja. Mijn tante is dood en mijn cola is lauw. Ja. Oh, oké. Ja, prachtig. Ja, ik weet niet of dat wel... Nee? Nee, ik vind dat niet zo gepast, hoor, Frank. Oh. Nee. Oké. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En trouwens, het slaat ook helemaal nergens op. Hè? Want de lucht is niet altijd blauw, hè, Frank? Oh. En rozen zijn ook niet altijd rood. Ja, dat is ook zo. Ja. Hey, weet je, Frank? Ja, misschien heb ik wel een mooie tekst voor je. Oh? Ja. Ja? Men moet de dingen de eigen stille ongestoorde ontwikkeling laten die diep van binnen komt. Oké. Die door niets gedwongen of versneld kan worden. Ja. Alles in het leven is groeien en vormt zich, rijpt zich zoals de boom. Ja. Die zijn sapstroom niet stuwt en die rustig in de lentestormen staat. Oké. Zonder angst dat er straks geen zomer zal komen. Ja. Die zomer komt er toch. Ja, precies. Maar slechts voor de geduldigen die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt. Ja. Zorgeloos, stil en wijds. Oké. Men moet geduld hebben met de onopgeloste zaken in ons hart en proberen de vragen zelf te koesteren als gesloten kamers. Ja. En als boeken die in een zeer vreemde taal geschreven zijn. Ja, zo hé. Het komt erop aan alles te leven. Ja. En als je de vragen leeft, leef je misschien langzaam maar zeker zonder het te merken op een goede dag het antwoord in. Oh ja. Tjonge, wat een flauwe keel zeg. Nou, dat vind ik wel een hele mooie tekst, Chantal. Ja? Oh ja. Ja, en het past eigenlijk ook wel een beetje in de filosofie van hoe mijn tante leefde. Ja. Oh, wat mooi. Ja. Nou, ik vind het maar vaag. Ik snap er helemaal geen reet van. Oh. Heb je zeker zelf bedacht? Hè? Nee, dat heb ik niet zelf bedacht. Deze hing aan de muur bij de tandarts. Yeah. Oh, ja, dat is jammer. Zie je? Hè? Hoezo is dat jammer? Ja, mijn tante had een hekel aan tandartsen. Oh. Dus ja, dat gaat hem niet worden, Chantal. Sorry. Nee, jammer. Oh, ik krijg een telefoon. Maar... Hallo, met Frank Groot. Ja. Wat? Wat? Oh. Wat is er? Ja, oké. Hè? Ja.
Ja, dag. Ja, dag. Wie was dat, Frank? Ja, dat was mijn moeder. Ja? Ja, de crematie van mijn tante die was vandaag. Oh. Oh, mijn god. Ja, ze vroeg zich af waarom ik er niet was. Oh, nee, wat erg. Nou. Oh, jeetje. Nou, daar ben je mooi vanaf gekomen, hè, Frank? Ja. Ja. Dat zal een hele opluchting voor je zijn. Hoef je niks meer te bedenken. Nee, dat is ook zo. Oh, nee. Ja, nou, dat was het weer voor vandaag. Ja. Allemaal bedankt voor het luisteren. En ja, vergeet niet te liken en te abonneren. Nee. En dan zijn we er de volgende keer weer. Wat vreselijk. Oh. En laat nog even weten in de comments op onze website konuitleg.nl. Ja. Ben jij wel ergens onderuit gekomen. Oh. Doei! Houdoe! Dag! Hey, Chantal? Ja? Ja, er komt allemaal rook uit de keuken. Ja. Oh nee, de taart! Oh ja. Oh nee! Oh, hij is helemaal zwaar. Oh. Nou Frank, heb je toch nog die crematie? Ja. Oh mijn god.